Daar staat Mark van der Linden, die paast op Frans van Rooij, gaat schieten. Schot van Frans van Rooij, een doelpunt, jawel. Op het gladde veld heeft hij geregend minutenlang voor de wedstrijd. En De Bruyne verkeek zich op de bal en vreugde bij Antwerp. Bal teruggelegd tot bij Frans van Rooij. Van op 18 meter kon hij schieten. Laag over de grond. Bal kaatste nog even op. En op het gladde veld was Jean-Paul De Bruyne, doelman van Winterslag, verslagen. 1-0 voor Antwerp na 16 minuten spel. Bijna 29 minuten zijn er ver en vrije schop Frans van Rooij met de linkervoet richting Severijns. Die kan trappen, jawel, binnen. Zijn 19e doelpunt dit seizoen. Sisse Severijns. We gaan nog eens kijken. Vrije schop Frans van Rooij. Netjes voor doel gedraaid met links. Beetje wegdraaiend. Controle van Severijns en binnen. 2-0 voor Antwerp na 29 minuten in deze wedstrijd. Bijnens. Van Beeselaar legt terug tot bij Severijns. Dat is niet goed. Severijns tot bij Hans-Peter Leenhof. Die gaat snel. Leenhof alleen op De Bruyne. Die tikt hem net naast. Bijzonder goede kans. Severijns, daar misser bij Winterslag. Severijns probeert door te gaan trappen. Jawel, de bal gaat binnen. Severijns. Misser in de Winterslag-defensie. Severijns kan helemaal alleen doorgaan en zijn tweede doelpunt van de avond maken. Zijn 20e dit seizoen. 3-0 voor Antwerp. Nog 5 minuten in deze eerste helft. Kort voor de rust. Hoekschop Frans van Rooij. Opnieuw de maestro bij Antwerp. Hard voor doel. Weggekopt door Winterslag. Daar staat Leenhof. Die tikt de bal binnen. Jawel. Door het vak. Hans-Peter Leenhof. 4-0. Hoekschop Frans van Rooij. Aan de basis van heel wat goede acties. Frans van Rooij. De maestro opnieuw bij Antwerp. De bal uiteindelijk bij Hans-Peter Leenhof. Door de defensie heen. Botsende bal en De Bruyne voor de 4e keer verslagen. 3 minuten na de rust. Uittrap De Bruyne. Tot bij Zeeland. Die probeert, maar kan er niet bij. De Nier en dan toch Winterslag. Eindelijk misschien toch eens een actie met enige waarde van Winterslag. Zeeland. Op links tot bij Vossen. Die heeft al sterren gezien tegen de snelle Hans-Peter Leenhof. Vossen tot bij Gijbels. Een schot van Danny Draaf. Wel tegen de paal. Gevaar vanwege Winterslag. Frans van Rooij nog eens. Krijgt bijzonder veel ruimte. Zoals steeds in deze wedstrijd. Tot bij Smits. Leenhof op links gekomen. Helemaal op links. Leenhof. Hakje met de zool. Tot bij Leenhof. Die gaat schieten. Hard schot op De Bruyne. Uiteindelijk gaat die bal in doel. Severijns. Jawel. Sisse Severijns. Derde doelpunt voor hem vanavond. Even molentjes draaien. Dat gaan we nog eens bekijken. Dat derde doelpunt van de avond voor Sisse Severijns. Antwerp deed het bijzonder rustig aan in deze tweede helft. Een beetje een training was het. Maar uiteindelijk toch ruimtesterk. Antwerp als een leidersploeg spelen tegen een matig Winterslag.